Ah, om. Hoi lieve mensen, dit is ja, dat is Art. Oké, en Art doet dat wel vaker, dus het is normaal. En ik ben Veldhuis 94 en vandaag zijn we er eindelijk weer met een nieuwe Minecraft aflevering, godzijdank. Jullie dachten net, hè, gelukkig we zijn er vanaf, maar nee hoor, daar zijn ze weer. ben ik in godsnaam. Oké, ik moet die kant op, denk ik. Oké, nee, maar... Ik ben ook verdwaald. Oké. Okay. Jij staat nog in een... Jij staat in die village. Nee, ik ga achter je aan. Nou, ik weet ook niet precies. Oh, hier. Jij hebt ook een kaart, dus je kan ook zien... Ja, gewoon niet die kant op lopen. Nee, je moet juist wel die kant op lopen. Nee, ik moet naar jou toe. Dat ja, is die dus... kant op. En de deur is die kant op. Oh ja, je wees die kant op, ja. Oké. Okay. Hey, kijk nou, dit is klaar. Dit kan uit, 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 uit. Dan kan dit... Lukt het? Ja, ik moet maar eens gaan rennen. Wat is er? Nee, ik wil niet met jou ruilen. Al denk alleen maar aan zaken doen, hè? Ja, dus het punt, hij staat voor de deur. Kill hem. You should not pass. Nee, kill hem niet, serieus. Breek gewoon uit. Gaat hier zo makkelijk. Ik ga pitten. Het is hout, jong. Je pakt gewoon een bijl. Je vernielt wel een huis, maar dat is hun probleem, niet jouw. Ja, maar straks kunnen we nog ruilen met hen. Ja, zij gaan niet dood hoor, alleen het huis. Ik gooi vanuit mijn bed, gooi ik een... Als die villager daar is naar weg gaat. Kun je niet met een brood pakken of zo? Kun je hem dan niet weglokken of zo? Nee. Ja, weet ik veel. Sla hem één keer. Gaat alleen maar dieper in staan. Nee, dat heeft geen zin. Oké, dan maar deze. Ja. Het is een moordenaar. Je bent een vieze, vuile moordenaar. Mm-hmm. Ga uit mijn Minecraft-wereld. Rip. Dan ben je geen plaats voor moordenaars. Oh, nee, ik heb wat bezoek. Oké, okay, als je ze maar niet mee naar huis neemt. Ik heb geen eten voorbereid. Nee, helaas hebben ze zich wel mee voorbereid. Moeten jullie daar wat zout bij, jongens? Hij smaakt misschien een beetje flauw. Knipoog, knipoog. Snap je? Omdat je humor flauw is en ongezouten. Oh ja. Oh ja. Goed dat je me er even aan herinnert. Waarom ben ik kool? Oh ja, daarom. Wacht, ik zie een schaap en ik zie een zombie. Zo, lid? Heb ik? Ik heb geen fakkels. Wat heb je er niet voor nodig, toch? Weet ik veel. Oh ja, voor die boekenkast dinges. Kijk, kijk dit. Ik heb emerald. Wacht, heb je daar een diamond pickaxe voor nodig, voor emerald? Dagsteen. Nee, voor emerald ijzer. Yep. Kom even, papa. Mijn inventory is vol. Wat kan ik weggooien, deze? Doe maar wat dirt weg. Eens kijken. Hoe ver kon ons niveau vandaag zakken? Ja, laten we dat eens testen. Hoe ver kan ons niveau vandaag zakken? Nou, heel ver. Kijk maar. Kijk, het zakt best wel ver, toch? Oh, hier zit bedrock. Nou, als je hier zo zitten we letterlijk op rock bottom. Oké, wat was er in de Nether te doen? Hadden we ons daarin gebouwd? Volgens mij wel. Oh, ja. Je kan naar de Nether gaan om te kijken of je wat bleekstaven kan krijgen of zo.
Ja, laten we eerst maar die boeken betovering dingen regelen. Oh, dat is een goed idee. Oh ja, daar was je mee bezig volgens mij. Oh ja, leer. Ik raak altijd zo dat het valt in de man. Leer, ja. En papier. Ja, daar had je die sugarcane voor nodig. Het riet. Ja, kan ik ook meteen regelen. Ja, nee, precies. Als iemand het leuk vindt, laat alsjeblieft de reactie achter. Dan weten we en vertel hoe hopeloos het is. Haal niet de onderste laag weg, want dan groeit dan binnenkort weer aan. Oh ja. Ja, dat ging snel. Precies. Kort gesnoeid. Yes. Oh, hier hebben we nog twee papier. Twee papier? Ja, ja. Yeah, yeah. Ah. Papyrus. Juist. Jong, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga naar de Nether. Ik stop mijn waardevolle bezit in de chest. Ik ga eens een kijkje nemen, want ik vind best dat ik mag komen waar ik wil. Waarom heb ik zoveel hout? Laat ik daar iets mee doen? Aan mij geven? Nou, zit in die chest, dus pak maar. Maar ik ga naar de Nether en ik ga kijken of daar wat te halen valt. You get me. Mm-hmm. Oh ja, we hadden ons op die manier niet gebouwd. Jongen, ik ga hier een. Ik ga ijzeren deuren maken. Ja. Ja, ja dat ga jij daarvoor sparen? Nou ja, ik koop gewoon. Hebben we ijzer? Ja, toch? We hebben ijzer. Mm-hmm. Dat moet lukken dan toch? Ik heb veel meer riet nodig. Waar kan ik deuren vinden? Oh ja. Dat was het. Kijk, weet je wat je kan zeggen? Hier in de bovenwereld geldt het dat mensen not hot, weet je? Maar in de Nether, man's pretty hot. Snap je? Hm? Omdat er zit overal lava en weet je, dus dan wordt het al snel best wel warm. Dus man's pretty hot, snap je? Ook daar is man's not hot. Oh ja, man can never be hot. Oké, hier is gewoon vuur. Oké, ik ga dit goed oplossen. Als een echte bouwmeester meneer. Heb je al ijzeren deuren? Ik heb Boy, wat ging ik nou net doen? Kijk, ik heb al een tijdje geen Minecraft meer gespeeld, maar ik ben niet gestoord. Ik sluit mezelf gewoon buiten bijna. Ja, doe ik ook. Ja, maar goed, ik heb nog pressure plates nodig. Dus ja. Ik heb hier alvast wat extra ruimte gemaakt om wat riet te planten. Wacht, ik wil helemaal geen pressure plates, ik wil knoppen. En binnenkant mogen het knoppen zijn. De buitenkant mogen moeten het knoppen zijn, de binnenkant mogen het pressure plates zijn. Want dan kunnen wij naar buiten lopen, mm-hmm. Maar dan kunnen de beesten zeg maar niet naar binnen. Ze kunnen daar toch ook spammen, die dingen? Nee, dat is goed verlicht. Nee. Volgens mij dan tenminste. Nee, volgens mij kan dat niet. Maar goed, ik heb nu... Hout, heb ik daar genoeg aan? Ja toch? Even kijken, redstone... Deze. Ah, hier, knop. Poef. Poef. Poef, poef. Oké, keurig. Poef, poef. Kan gewoon direct, ja. Poep, poem. Blijf bezig. Sorry, ik vind het gewoon zo leuk. Ah ja, 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 ja. Ja. Aflevering, vraagteken, vraagteken. Nethers never hot. Nou,
Ik zat er aan te denken om deze aflevering Man's Pretty Hot te noemen. Kent uw songteksten? Ja. We hebben net nog 3 keer geluisterd. Ja, precies. en nog zeg je het verkeerd. Ja, maar wees nou eerlijk. Je loopt gewoon naar buiten en bam, vuur. Man's Pretty Hot, hoor. Dat is toch best heet. Nee. Ja. Oké, dan noem ik het Arts Not Hot. Wat, moeten we daar geen ijzeren neerzetten? Nee, jawel. Maar ik zet ze zo. Oh ja. Wacht, moest het niet andersom zijn? Dat de deur naar buiten ging? Nee, toch? Jawel. Nee. Dat kijk, zo kan er niemand doorheen, want die deur is toch van ijzer, dus kan sowieso niemand openen. Ja. Oké. Maar goed, nu kunnen we dus in ieder geval wat makkelijker uit voor in die nether dinges. In en uit de nether. Ja, ik zag er de Enderman. Oh ja, daar hadden we toen 20 portals gemaakt. What the fuck, dat was een ghast. Hoewel, ghasts zijn eigenlijk best makkelijk te verslaan. Als je één ding zo'n ding terugkaatst, dan zijn ze al helemaal dood. Ja, komt maar. Jezus. Oké, ik sta nu dus in de hands. Jouw schep is iets te waardevol, Bas. Ja, ik zie het. Ik kom terug. Ik heb hier geen water, maar goed. Waarom loop ik hier eigenlijk tegen een muur aan? Oh shit, Nether portal herstelt ook mijn vuur. Of ik kwam gewoon op precies het juiste moment, dat het vuur voorbij was. Nou goed. Ik ga nog eens kijken. Oké, ik zal mijn schep eventjes terugbrengen. Mhm. Frame drop literally unplayable. FP rank gaat. VU is underpowered. Sony always wins. Overigens, ga je nog ook bij de tegenpartij staan? Wat? Ja, zo, ik heb PlayStation 4 gekocht. Nee, dat heb ik echt niet. Ik ga PlayStation 4 kopen. EA daar ook nog voor belonen. Ja, voor precies. Slechte misdaden. Ik ga gewoon Star Wars Battlefront kopen. Gewoon, je weet zelf. De enige manier om ze tegen te houden is om hun spellen niet te kopen. Mhm. Maar goed, ze hebben alle in-game aankopen zeg maar uitgeschakeld voor Star Wars Battlefront 2. Om ze daarna weer aan te zetten. Precies. Wanneer het spel niet meer relevant is voor de... Ja precies, want het is ook nog hetgene met die spellen. Die zijn zo weer uit relevantie. Wow, fucking. Ah, zwaard please. Waar ben kijk je? Kijk uit voor die nether ding. Magma blocks. Nee, voor die Enderman dinges. Anders dan hebben wij een groot probleem. Maar gelukkig was het niet ver weg van het portal. Ik ben naar koe op zoek. Oh, en daar is alles al. Het is daar een beetje gevaarlijk. Ja, joh. Maar ik moet wel mijn spullen krijgen. Ha, fuck! Oké. Dit ga ik redden. Oeh! Gaat hij opslaan? Rip. Oké, dit ga ik redden, jongens. Nee, niet in de la! Ik sprong eroverheen! Ik zit in de lava. Rip. Zo hard. Nu je daar toch bent, welke kant moet ik nemen? Ben verdwaald. Ja, kijk even zelf. Je staat op onze berg nu. Ja, dat is het probleem. Ik weet niet welke kant ik ervan af moet. Die ene. Oké, ik ga pitten. Deze, die ene.
Ja, denk het. Weet ik veel. Kijk op je kaart. Kijk op je kaart dan. Ik ben de mijne kwijt. Oh, jongens. Ah, oh, cool. Jee. Oké, ik denk dat ik nu al kan zeggen... Man's pretty hot. Sorry. Hebben we geen... Waar is mijn spamknop? Nou, gewoon. Druk op home. Ja, daar. Druk op home, kijk. Kijk, zie je, dit is toch... De... Weet ik veel waar ik hiermee naartoe wou. Ga verder spelen. Ja. Dit is zo slecht. We moeten de episode gewoon opknippen om de beste stukken eruit te halen. Highlight reel, alsjeblieft niet. Nee, dat is echt veel te veel werk. En weet je nog dat ik veel te laat ben om serieus YouTube edit te doen? Weet je nog, Arthur gaat toch mijn niet bestaande budget naar de maan? Zoals je een paar afleveringen 20 jaar terug had gezegd. Ja. Maar je hebt ook geen budget nodig om te editen. Nee, dat is waar. Hey, shit. Val ik weer door de mand. Ik ga pitten. Serieus, ik ben best moe. Het is 10 uur. Je kunt nu niet uitrusten omdat je bed te ver weg is. Omdat je bed te ver weg is? Oké, dat moet ik even ook zien. Hé. Hey, kom terug. Oké. Ik kan niet uit. Oké, dit is gewoon tijdrekken dit. Nee, oké. Art, wat doe je? Ik heb je zwaard. Geef terug. Nee. Ah, pom. Perspiration thing. Pom. Pom. Ik pleur hem gewoon naar je toe. Oké, ik ben melig, wat gaan we doen? Oh, het riet is gegroeid. Wacht, mag ik? Oh ja. Moet je weghalen. Maximale opbrengst. Ik heb hier ook 5 voor. Zo, deze gaan we komende tijd goed in de gaten houden. Ja. Oftewel komende maanden. Ja. Oftewel komende 2 afleveringen. Misschien 3. Misschien 1. Nee. Zo. In 1 gaat het niet lukken. Art heeft er zin in. Ik bedoel eigenlijk dat er maar 2 of 1 aflevering iedere zoveel maanden komt. Correct. Daar moet er nog 1. Echt waar? Ja. Je mag de afsluiting zo gaan regelen. De afsluiting? Oh. Art heeft geen zin meer. Nee, maar het is eigenlijk wel zo. We zitten op 19 minuten en 3/4. Dus ja. Het lijkt erop dat wij
afscheid moeten gaan nemen. Als jij op dat tempo doorgaat, dan kom ik volgende aflevering terug. Oké, doei. Nee. Nee, daar bedoel ik mee dat als je klaar bent met je outro, hier terugkomt voor de volgende. Oké. Gezellig. Als je me wat. Ja. Dat ik heel langzaam ben. En dat ik dan maandenlang bezig ben met een outro. En dat die video gewoon 130 miljoen jaar duurt. Ach ja. En wat. Ja, Art. Foei, je legt je controller niet op mijn microfoon. Doe ik wel eventjes hoor. Zo, lekker. Nee, maar, oké. Oké. Dus, happy birthday en merry Christmas van Art en van mij. Ik denk van Art ook tenminste. Toch, Art? Ik wil niet merrien. Je wil niet merrien. Oké. Art heeft geen zin in merrie. Wel Christmas. Wel Christmas. Oké, keurig. Maar goed. Dat is er iets voor de volgende. Ik hou niet van paarden. Dus ik wil geen merrie. Oh, oké. Ik dacht dat je niet wou trouwen of zo. Ook. Oké, boys. Ik zie jullie volgende keer. Lekker gezellig weer. Met de nieuwe aflevering van Minecraft. De Wii U. Art. En al die andere boys. En al mijn vrienden. al mijn vrienden. Al mijn vriend. Nee, oké. Maar tot de volgende aflevering, jongens. See you later. Bye. Skra! Waarom ben ik? Yeah.